que passar conosco dentro do programa Alcaso, para estender a seguinte hora de programa, para nos tratar seguro tema, em verdade, de vida diária, tema que, quizás, especialmente tema que nós vamos tratar hoje, apesar que não está Alcaso, sin embargo, é um tema que seguro, hope de nós, está em contato, pois, com uma estrutura, uma infraestrutura similar. E estamos mostrando, nós vamos falar um pouco de ciência tras o que está no aeroporto. Interessante para mim é que o meu convidado de hoje vive 8 anos em Aruba, vive em várias partes do mundo, mas ultimamente está 25 anos vivendo na América, onde está praticando pues, sua profissão. E por 10 anos está saindo rondo o mundo, praticamente arriba desenho de aeroporto e é um bom conhecedor pues, de gente em matéria de aviação. Me está introduzindo o convidado Finn Bonset. Bedankt, Finn, om die uitnodiging te accepteren. Zeker. En laten we beginnen. Je bent een Master of Science in Aviation. Ja. En leg even uit wat dat allemaal inhoudt. Ja, zeker. Als een master degree, wat houdt dat in? Ja, zeker. Ten eerste hartelijk bedankt. Het is een genot om hier te zijn voor de show. En Master of Science is iemand die in de airport management en development wereld een tweede degree heeft gehaald bij een universiteit van Aeronautics. En dat betreft anything van airport design, airport planning, airport management en airport operations. En dat heb ik dan. Dat is eerst begonnen met een 4 jaar studie, met een Bachelor of Science. Mm-hmm. Dat was inclusief vliegschool. En daarna nog 2 jaar om mijn Master of Science te behalen. Dus je moet ook je FAA Commercial Pilot License hebben om een Master of Science in Aviation te hebben? Dat hoeft niet, okay. Maar in mijn beroep, omdat ik in de luchtvaartwereld werk, mm-hmm. is dat zeker een beslissing die me erg heeft geholpen. Dus mm-hmm. ik kan dan ook met andere piloten spreken en met air traffic control bijvoorbeeld. In je carrière wou je altijd in je leven wou je een commercial pilot zijn? Ja, dat klopt. Ik wou eerst heel graag piloot worden en ja. dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Mm. Maar ik kwam op een gedeelte van mijn leven waar ik voelde me meer creatief. Dus gedurende mijn Bachelor of Science degree had ik een paar klassen genomen in airport planning en design. En dat vond ik heel leuk. Ik kon creatief zijn, ik kon dingen creëren, ik kon technisch zijn. Ja. En dat vond ik eigenlijk leuker als beroep te doen dan vliegen. Maar ik hou nog steeds van vliegen. Ik vlieg nog elk weekend als het kan in Amerika, in een vliegclub. Dus ik hou het wel bij. Maar tegelijkertijd heb ik nu een carrière waar ik echt dingen kan opbouwen. Ik kan de wereld helpen. Mm-hmm. En dat vind ik belangrijk. Als piloot denk je dat piloot meestal moet je voor geboren zijn, denk je? Want soms zie je, en van welke kant komt die vraag namelijk? Het komt van de kant op waar mensen die hebben zoveel passion ja. voor ja. om piloot te worden. En dat moet met jou blijven hangen voor een hele lange tijd. Want als we zien de hoeveelheid posities, is veel minder dan het aantal mensen die piloot willen worden ten einde toch. Dat klopt, dat klopt. De meeste mensen die ik ken, de goede piloten, die zijn echt met een soort, een piloot, joie de vivre geboren. Mm. Om het echt te willen doen. Ja, ja. Maar tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om in die wereld door te zetten. Want het kost veel, het neemt heel veel van je tijd in. Dus je moet wel die passie hebben om er doorheen te gaan, bijvoorbeeld. We kunnen zien dat je ook een paar hele belangrijke awards gekregen heb. Je bent de recipient voor de 2016 George Schorla Outstanding Alumni Award aan de College of Aeronautics, Florida Institute of Technology. Ja, dat was een Hoe ontzettende heb je dit eer. Krijgen, ja. Normaal krijg je zo'n award als je 60, 70 bent. Dat is iets dat je moet echt heel veel carrière experience hebben om te krijgen. Mm-hmm. Maar het was een totale surprise. Ik wist het niet. Maar er zijn genoeg studenten van mij over de laatste 13 jaar die voor mij gestemd hebben om dit te winnen. Dus het was een enorme eer, want ik hou van het teruggeven in de aviation wereld. En daar komt die passion vandaan, om mensen te helpen in hun carrière, in hun vliegwereld, in de airport design wereld. Dus die mensen die hebben, ja,
ze zijn met elkaar gekomen als een soort groep en ze hebben me erin voor gestemd. Dus ik wist het niet. Dus het was een enorme eer om ook dat terug te krijgen van mensen die ook succesvol waren in hun carrière. En dan, er was een hele groep mensen die ze hebben beoordeeld om deze award te kunnen uitgeven. Ja. Heb jij gewonnen? Ja, dat klopt. Correct. Ja. Je hebt een ander award, dat is de recipient voor de 2013 Airport Business Magazine Top 40 Under 40 Award. Ja. Dat is heel belangrijk in de vliegwereld, zou ik zeggen. Ja, de vliegwereld, de airport design, de luchthavenontwikkelingwereld. Dat is iets dat de management mensen heel vaak lezen. En elk jaar doen zij een 40 onder 40 voor mensen die een difference maken in de aviationwereld. En voor mij was dat weer met de universiteit. Die zijn eigenlijk een beetje gelijk. Want ik heb heel veel mensen kunnen helpen met hun carrière. En die lezen dat ook natuurlijk. Mm-hmm. Dus opeens kreeg ik weer een award ervoor. Dus voor mij, kijk, ik ben niet iemand, ik ga niet voor awards. Maar dit soort dingen gebeuren als je andere mensen helpt. Ja, correct. En dat is een goed gevoel. En dan heb je ook de 2006 James Constantine Faculty Excellence Award voor de College of Aeronautics, Florida Institute, weer een andere. Je hebt met 41 jaar drie belangrijke awards. Dat is veel succes, zou ik zeggen. Ja, en het is een enorme eer om deze dingen te krijgen. En ik wil zo doorgaan. Ik wil de wereld helpen. Dus kijk, het zijn te veel awards. Tegelijkertijd, het is leuk om te weten van studenten dat je het goed doet. Oké, jouw job is namelijk airport planning. Dat klopt. Voor ons als passagiers is het gewoon een gebouw. Ja. En dan ga ik met mijn koffers, ga ik in de rij staan, dan ga ik naar een zaal. En nu, voor de paar laatste jaren, hebben we die hele onderzoeking die je door moet gaan. Ja. Weet, in Amerika TSI en hier hebben we ook die airport security. Ja. En dan lekker gaan afwachten voor je vlucht. Ja. Wat houdt zoveel in met een design? Wat is zo belangrijk voor een design van een airport? Nou, waar begint het namelijk? Eigenlijk gewoon lijnen trekken en zalen maken en gewoon padjes maken waar de mensen lopen. Is het zo makkelijk of misschien is het nog ingewikkelder? Ja, veel mensen denken dat het makkelijk is zo. Maar het begint eigenlijk met een soort toekomstige crystal ball, noemen ze dat. Mm-hmm. Dus je moet dus gaan kijken, wat zijn de trends? Wat gaat er gebeuren in de komende 20 jaar? Dus voor mijn beroep maken wij een masterplan. Mm-hmm. En dat gaat meestal op 20 jaar. In de toekomst gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Dus dan ga je kijken naar hoeveel passagiers heb je nu? Hoeveel passagiers denk je dat in de komende 20 jaar gaan komen, gebaseerd op de vliegtuigbouw? Hoeveel orders zijn er van Airbus en Boeing? Hoeveel mensen gaan op businessreis? Hoeveel landings zijn er per dag in de toekomst of vergeleken met nu? Dus er gaan allerlei soorten mathematical dingen gaan erin. En dan kom je met nieuwe nummers. En dan baseer je je gebouwen en je throughput op die nummers. En dan, en het moeilijkste is natuurlijk om die nummers voor te brengen in de actual design. En dat heeft dan te maken met de lengte van de startbaan, de size of the terminal, de level of service voor de passagier. Bijvoorbeeld, wij zitten nu misschien 1,5 meter van elkaar. Waar houden de mensen van, waar zijn ze comfortabel mee? Is het 1 meter, is het 2 meter? Is het anders in Japan bijvoorbeeld? Is het anders in Afrika? Dus dat soort dingen gaan er ook in. Dus het heeft ook te maken met de psychologie. Mm-hmm. Dus het zijn wel 20 verschillende dingen die in design gaan. En dat moet je allemaal bij elkaar brengen. Dus daarom ben je een planner. Je geeft een overal perspectief over hoe een airport moet zijn. Je had het zo net over een masterplan. Okay? Als masterplan dan moet je een beetje, zoals je zei, een crystal ball. Ja. Dan ga je een beetje misschien uit je vinger. Kan het zijn? Of je hebt cijfers, mathematical cijfers. Ja. En dan ga je beoordelen waar de weg zal leiden misschien. Precies. Maar is toerisme misschien het eerste factor zijn voor de opbouw of voor een masterplan van een airport? Of zijn er andere? Er zijn andere. Normaal begin je met de economie. Dus je gaat kijken naar gross domestic product. Mm-hmm. Je gaat kijken naar het inkomen van de average household. Mm-hmm. Ik zeg het in het Engels, want dat is wat makkelijker zo. Maar je begint met de economie en hoe het staat voor de boeg met het land zelf. En dan kijk je misschien, is er een tourism industry? Kijk naar Aruba of Curaçao of Bonaire.
daar heeft het wel te maken met, de cijfers komen van het toerisme-industrie. Correct. Dus dat is dan de eerste zet daar. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld in Amerika, waar ik woon, moeten we kijken naar de political situation, naar de economie zelf, import, export. Dus het gaat wel, het heeft een economisch begin. Oké, Amerika, we gaan nu, morgen is een hele belangrijke dag. Niet morgen, het is vrijdag, vandaag is zondag. Dat klopt. Dus vrijdag heeft Amerika een nieuwe president. Ja. En er zal heel veel geïnvesteerd worden in infrastructuur. Houdt dat in dat die airports in Amerika ook een revamp zullen krijgen? Ja, dat is wel het plan. Maar het probleem is, hoe krijg je geld daarvoor? Waar komt het geld vandaan? De nieuwe president die eraan komt, die heeft gezegd, kijk, in Amerika hebben wij eigenlijk derde werelds luchthavens. Mm. Hoe kunnen we dat opbrengen? Kijk naar LaGuardia, dat is een puinhoop. Dat is een verschrikkelijke luchthaven. Die investering is heel duur. En daar moeten de passagiers voor betalen. In Amerika heb je een federaal systeem waar het geld van het gouvernement komt. Mm-hmm. Dus hoe moet je dat betalen? Dus de andere keuze, als meneer Trump dat gaat zeggen, moet er wel een plan zijn om dat voor te brengen. Dus dat heeft te maken met misschien privatisering. Dan komt de privé-investment. Dat is nog niet zo groot in Amerika. Of je laat de passagier meer betalen per ticket. Mm-hmm. Maar dat vinden de luchtvaartmaatschappijen helemaal niet leuk. Want die moeten dat in hun prijs stellen. Dus daarom is het een heel... Ik hoop voor onze industrie dat er veel meer investering komt in Amerika. Maar het hangt er vanaf wat het plan is van meneer Trump. Maar dan heb je namelijk een airport tax, maar dan heb je ook een ticket tax. Precies. Er zijn twee. Het zijn er twee. En ja. Beide gaan voor hetzelfde doel, ontwikkeling van die airport. Ja, ja. Kijk, in Amerika heb je eigenlijk maar één tax. Je mag maar één tax hebben daarop. Je hebt wel fuel taxes voor benzine en dat komt er wel bij. Maar bijvoorbeeld hier op Aruba heb je een departure tax voor internationale passengers. En dat is tussen de $30 en $40. Ja, dat is heel hoog, maar in Amerika kan dat niet. De airlines willen dat niet. Dus het blijft een political fight eigenlijk. Mm-hmm. Het blijft een gevecht. Oké, dus zo ontwikkelde de airports. Ja. Je werkt op nationaal gebied nu momenteel, ja. Maar je hebt ook op internationaal gebied gewerkt. Dat klopt. Ja. En zullen de airports op internationaal gebied ongeveer hetzelfde zijn dan in Amerika? Of misschien zijn de requirements zijn verschillend? Ja, ik denk dat vanwege het privatization proces in bijvoorbeeld Europa, mm-hmm. of in bijvoorbeeld wat er nu gaat gebeuren in Brazilië, het is een privé-investering. Dus er moet een hoger rate of return on investment moet er zijn. Dus als je een privébedrijf hebt die gebaseerd is op profit, dan is er een betere investering, een meer aantrekkelijke investering voor iemand die door die luchthaven komt. Mm-hmm. In Amerika is dat niet zo. Dat is een beetje meer bare bones. De attractie van de luchthaven maakt eigenlijk niet veel uit. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld is in Schiphol in Amsterdam, dat is één groot shoppingcomplex. Dus ze hebben er eigenlijk een soort shoppingmall van gemaakt. En 60% van hun revenue, van hun inkomsten, komt van die mall. 60% van de hele luchthaven. In Amerika komt 90% van het gouvernement. Correct. Totaal ander systeem. Nu dat je dat hebt, ja. Bijvoorbeeld die airport van Hongkong. Ja. Je voelt het niet eens dat je in een airport bent. Dat klopt. Dat precies. Is een heel hele mall. Ja. Dus ik liep erin en zei, wauw, ik heb niet het gevoel dat je in een airport bent. En dan kwam je in een gang, oké, hier zijn de poorten naar de planes toe. Dat was heel interessant, hoe zij het gedaan hebben. Ik heb ook die airport bijvoorbeeld van Taiwan heb ik meegemaakt. Heel mooi. En wat ik heel mooi vond van die airport is dat eenmaal dat je aankomt met je taxi, kom je met je koffers uit, op het karretje, maar dan moet je de derde verdieping op. Ja. En met die hele karretjes show je tot naar de derde verdieping. Er is geen moment dat je die koffer aanraakt met je handen. Klopt, dus klopt. Slim. Dat vond ik zo slim, want uiteindelijk, je komt met stress tegen de tijd in. Ja. En dan show je met koffers ook. Ja, ja. Dus voor die airport van Taiwan gaat het heel makkelijk. Wat is dit voor allemaal? Ik weet dat dit jouw design was, maar leg even uit wat we hier zien. Nou,
Dit is een animatie van een nieuw taxiway systeem. Mm-hmm. En ik had de enorme eer om met de Amerikaanse Federal Aviation te werken, Aviation Administration te werken. Want zij zijn nu bezig om de design van de taxiways, van de loopbanen, te veranderen. Mm-hmm. Om minder pavement neer te zetten. Dus wat minder gebeurt beton. Er? Ja, minder beton, precies. En je kan zien nou dat het is meer hoekachtig. Je hebt de verschillende angles heb je. Dus vroeger was het helemaal rond, half rond. Dat klopt, dat klopt. Maar is het veel design om gewoon die hoekjes in te brengen? Ja. Wat moet je daar berekenen om deze design juist te krijgen? Dat is een hele goede vraag, want het heeft te maken met het type van het vliegtuig. Mm-hmm. Dus een vliegtuig is zo'n draai bijvoorbeeld, zo'n turn radius, is gebaseerd op de afstand tussen het voorwiel en de achterwielen. En dan heb je een heleboel soorten vliegtuigen. Heel veel soorten vliegtuigen in verschillende categorieën. Die de Federal Aviation Administration ook heeft. En ook voor ICAO, de International Civil Aviation Organization. En voor de FAA zijn ze dat aan het veranderen, want ze willen kosten besparen. Dus als je opeens met hoeken begint en je weet hoe zo'n vliegtuig draait, kan je on average 5% van al je designkosten kan je besparen. Dus als je dat dan appliceert op het totale systeem, dat is dan biljoenen dollars in geld. Correct. In de toekomst van taxiways. Uiteindelijk dus wel. Uiteindelijk wel. Dus, ja. Maar het was een heel proces. Het heeft 2,5 jaar geduurd om dat te implementeren. En ik heb daarmee geholpen om dit soort video's te maken en te laten zien dat het lukt gebaseerd op dit type vliegtuig. Mm-hmm. En op dat concept. Maar dit is namelijk een design voor toekomstige airports die zo'n taxiway gaan krijgen. Precies. Wat er bestaat, blijft zo. Dat blijft zo. Alleen als er een renovatie erbij komt, dan zou dit van pas komen. Precies. Voor Amerika. Ja, absoluut. Want dit gaat door de FAA. Dit gaat door de FAA en je kan het eigenlijk niet zonder FAA-approval doen. Nee, zo zitten ze in elkaar. Televidentes, buon programma al caso, trattando e segnando junto con televidentes, arriva lo che sta e profession di fan bonzet, interessante. Passa in verità chi co tour da contenere di lo che sta aviation e airport. Non sta mai llega tambe le parti onde non sta mai papia arriva aviation nella nostra isla, non sta mira con difficile e sei a nostro testigo di sei con difficile sta pa compagnie nan local den region por sobrevivir. Non sta si tratta mas arriva e interessante tema anche di disegno di aeroporto ora non sto back. No way. Non so se che questo è tema interessante di lo che sta aeroporto, disegno di aeroporto. Non si ha tendenza a pensare e chiedere che tour aeroporto è scosso. Cada país está trata de un edificio onde tem um desenho que também serve para transportar ou, pelo menos, mover o passageiro de uma diferente salida, de um diferente destino. Mas é interessante pensar se, em verdade, isso cambia segundo o país que vai. Um de aeroporto não consigo a impressionar-me, hoje, de uma região, está o aeroporto El Dorado de Bogotá. Paquico, sobre El Dorado está un aeropuerto de Colombia, está un país que tiene tres cordilleras y ahora voy a mirar como bula de Bogotá para Cartagena, voy a de una hora, pero si voy via Caminda, está ribabo 18 horas. Entonces, te daba una idea, en verdad, cómo difícil via en terrestre está para mover quantidade de coisas, a aviação aqui está com um rol importante. E não sabe que o FEN estava estava também envolvido em desenho de aeroporto de El Dorado e ele não estava apontando. E o FEN está compreendendo papiamento, está um tique ainda, não? E aí você também bezig met El Dorado Airport. Hoe lang bleef je daar in Colombia? Ik was 7 maanden on-site en daarna nog een jaar remote gewerkt, dus vanuit Amerika. Lange tijd, hele goede tijd. Mooie stad, lieve mensen, fantastische cultuur. En die vroegere airport, ja, dat was een design. Ja, heel oud. Een heel oud design. Je kon het dak zo aanraken met je hand. Ja.
En het was heel unfriendly. Design die we nu hebben, is het helemaal nieuw. Veel glas, veel transparantie en veel connectivity. Zoals, vooral met alle lokale vluchten. Ja. Want vroeger moest je van één airport naar die andere airport. En dat was heel, dat was niet leuk. Dat was klopt. Heel leuk. Maar wat in het design van, de, van het airport van Bogota, voor jou, wat was eigenlijk de grote challenge? De grote challenge was, kijk, je hebt in Bogota, wat u zei, je had de, dat noemen ze de Punta, Punta Aérea, dacht ik, of Aeronaves. Mm-hmm. En dat was het domestic gedeelte van de luchthaven. Puente Aéreo. Sorry, Puente Aéreo, dat was hem. Ben ik even vergeten. Maar dus je had twee verschillende afdelings van de luchthaven waar mm-hmm. mensen naartoe moesten. Dus nu heb je inderdaad de connectivity. Mm-hmm. Maar het moeilijkste van het hele project was, ze hadden ADPI, Aéroport du Paris. Dat zijn de Fransen. Die waren het technische team. Maar die zijn heel gewend aan hun designs in Charles de Gaulle. En mm. andere gedeeltes van Frankrijk. Mm. Dus ze waren niet helemaal gewend aan het Colombiaanse systeem. Dus het was niet een cultuurverschil. Het was een hoe bouw je een terminal voor verschillende mensen. Want Colombianen die willen sneller ergens zijn. Mm. Het heeft te maken met misschien wat minder shopping. Waar doe je de shopping? Je doet het in een ander gedeelte van het terminalgebouw. Yeah. Dus dat soort dingen waren best wel een challenge. En vooral omdat in de Colombiaanse cultuur van de business side, mensen houden van alleen maar spreken over dezelfde dingen. Het is heel moeilijk om een beslissing te maken in Colombia. Alles moest door wel 20 verschillende organisaties om een beslissing te maken. Mm-hmm. En dan gooi je dan de Franse mentaliteit dat van... Dat is veel red tape. Hoor. Oh, veel red tape. Ja. Dus dat was voor mij, toen ik daar werkte, het waren fantastische mensen, hele goede werkcultuur. Mm-hmm. Maar om een beslissing te maken was heel moeilijk. Dus dat project duurde een hele lange tijd. Correct. En time is money. Dus ze hebben upfront hebben ze heel veel geld verloren. Maar nu staat het er, het is een mooi gebouw. Het is aesthetically pleasing, als ze noemen in de airportwereld. Zou je denken dat die airport van El Dorado gebouwd is voor de komende 20 jaar? Dat was ik begin het wel klein te zien. Maar het probleem is, de dag dat het gebouw open was, mm-hmm. waren ze al helemaal vol. Ja. Dus ze waren al op de demand level. Dus ze zijn eigenlijk achter. Wow. En dat kwam omdat het ook zo lang heeft geduurd, door al die beslissingen. Dus het is een heel mooi gebouw, maar ze zijn al vol. Dus ze moeten nu al beginnen met een nieuw plan. En ze hebben een masterplan om aan de andere kant van de luchthaven te bouwen met allerlei ondergrondse tunnels en airport people movers. En dat gaat heel veel kosten. Maar ze zijn jammer genoeg zijn ze al achter. Geen wonder dat die hele platform opengebroken was en ze hadden ze een hele nieuwe platform geïnstalleerd. Ik vroeg, waarom breken ze een vloer om een ander op te zetten? Nu dat je dat uitlegt, kan ik begrijpen. Precies. Dus precies. Er zit een netwerk van andere belangrijke communicering, methoden zou ik zeggen, onder die vloer. Ook ja. Maar ook tegelijkertijd krijg je heel veel nieuwe vliegtuigen krijg je binnen. De nieuwe 787, de A350, de A380, dat soort grotere vliegtuigen moeten ze ook wel eens een keertje het beton veranderen. Dus dat beton, dat normaal is het tussen de 15 en 20 jaar houdt het op. Ja, beton is 20 jaar. Precies. Dus. Ja. En ook in de luchtvaart. Ze hebben nu wel nieuwe materialen, maar het is misschien verlengd tot 25 jaar, maar that's it. Dan houdt het op. Oké, dus dat zou de belangrijkste airport van Colombia, zou El Dorado nu zijn. Ja. Maar we weten, wat had jij, wat voor design was specifiek van Finn Bonset in El Dorado? We hebben ook een foto ervan, een master, vragen we even voor die foto. Die top view van die airport. Ja, dat was een van mijn, deze is Medellin, maar er is ook een andere. Die andere is die foto zelf. Ja, dat is een aerial view. En die foto zelf, dat was mijn eerste project als project manager, mm-hmm. waar ik ook zelf de design heb gemaakt. Dat was mm-hmm. voor een international cargo studie. En jammer genoeg, het staat nog niet op het scherm. Ja. Maar het was, kijk, in Colombia hebben ze de bloemen de flower trade. Dus volgens mij was het de tweede grootste flower producing country in de wereld. In de wereld, ja. Dus ze hadden een heel nieuw systeem. Het was een de oud systeem. De eerste voor Amerika en de tweede voor de wereld. Ja. Dat klopt, dat klopt. Dus het export van bloemen en ook materialen voor auto's en de autobouw, dat is heel groot daar. Mm-hmm. Dus ze hadden een nieuw cargo complex hadden ze nodig voor air cargo aircraft. Dus ik heb die hele cargo ramp, dus de apron area, dat was mijn design. Mm-hmm. En jammer genoeg, het staat nu op tv, maar als je op Google Earth kijkt, en je ziet daar de nieuwe cargo design, die is van mij, daar ben ik heel trots op.
En dat was ook, weer een challenge, maar het is gelukt. Nee, precies heb ik een vraag, want die cargo is een speciale cargo. Ja. Bloemen is heel apart. Ja, dat klopt. In een vorige gesprek vertelde je me dat het verschil in de temperatuur heel belangrijk was om die cargo van één punt naar het andere punt heen te brengen. Dus hoe zit het namelijk in en waar is het design, dus waar komt het design goed werken voor dat bloembusiness, zou ik zeggen? Ja, het is heel interessant, dat heet dus de cold chain supply, mm-hmm. of de cold supply chain. Dat betekent dus dat bloemen die geëxporteerd worden, moeten op een bepaalde temperatuur blijven. Om goed te blijven voor, ik dacht het is 4 of 5 dagen. Want het duurt maar 3 dagen voordat zo'n bloem van Colombia naar bijvoorbeeld Amsterdam gaat of Rotterdam. Dus je kan dus eigenlijk niet, ook al drop je 1 of 2 graden, heb je de kans dat die bloemen niet meer goed zijn. Mm-hmm. Dus het moet vanaf het bedrijf waar die bloemen vandaan komen, dan wordt het dus op een koude temperatuur gezet. Dan wordt het ingeladen op een truck, die blijft ook dezelfde temperatuur. En dan moet het nog in een gebouw staan bij de luchthaven voor inspectie van alle autoriteiten op dezelfde temperatuur. En dan in het vliegtuig op dezelfde temperatuur. Dus dat systeem dat moet dicht blijven. En daar heb je dus grotere gebouwen voor nodig, je hebt grotere inspectie areas heb je nodig. Je moet dus personeel moet je trainen. Je moet speciale... En het is Colombia nou, je hebt die hele drug... Dat is een groot probleem. Dat is helemaal... Ja, natuurlijk. Dus je weet, kijk, er zit altijd wel een percentage misschien drugs in, misschien, dat weet niemand. Maar dat is wel een van de manieren hoe drugs naar Europa komen. Correct. Dus er is wel een gigantisch inspectieproces. Hmm. Maar er zijn zoveel bloemen, er zijn zoveel export, dat je kan het niet allemaal controleren. Wow. En dat is ook het probleem in Miami, in een van de grootste ports in de wereld. Ja. Je kan het niet controleren. Het is maar Miami is een hele unfriendly airport. Ja, dat is... Ja, dat heeft te maken met de mentaliteit, denk ik. Ja. Want kijk, soms moet je de airline kiezen om bij een goede poort aan te komen. Precies. Als je bij een gewone airline die geen naam heeft, ja, dan is het flink lopen, overal. U kent het. Ja. Ik vlieg heel vaak door Miami, want ik woon in Florida, dus ik ken het heel goed. Ja. Maar ik heb wel een oplossing voor hoe dat moet met de Transportation Security Agency. Mm. Want in Amerika, als je bijvoorbeeld door security gaat, dan heb je zo'n grote gouvernementswerker, die is niet aardig, die is niet vriendelijk, kent customer service niet. Maar het is een government employee, hij werkt voor het gouvernement. En opeens heb je iemand die haast geen education heeft en die heeft een positie van power. En die gebruikt die power en dat is gewoon onvriendelijk. Ja. Kijk naar de andere kant, Schiphol weer of München. Mm. Je gaat er naartoe, ze hebben een third party contractor gehuurd. En dat zijn mensen die hebben customer service geleerd. Ze weten precies wat ze moeten doen, ze zijn vriendelijk. Mevrouw, mag ik u met uw tasje helpen? U moet de computer eruit halen. Ik haal hem eruit voor u, geen probleem. Ga door de security. En het is een veel beter passenger experience en het gaat 2 keer zo snel. Dus het kan beter. Correct. En er is zoveel geld van de Amerikaanse taxpayer, die wordt daarvoor voor betaald, voor de security daar. Dat hoeft allemaal niet. Nee, maar met de TSI was het vreselijk vliegen, vooral na 9-11. Oh. Vooral na 9-11 was het gewoon, als je een beetje in die profiel was, Ja. Ja, je moet oppassen, dan krijg je nog een strip search ook. Correct. Oké, we hebben een beetje van Colombia, over die airport, over die cultuur. Je had het zo net gezegd. Ja. Maar je was ook in Japan. En Japan, we weten dat de Japaner alles gaat rond eer en respect. Ja. En dat vind ik zo mooi. Kijk, met die heel grote ongeluk van Fukushima. En je kon zien... Er waren zoveel mensen gestorven, maar toch bleef het volk heel beschaafd, zou ik zeggen. Ja. Netjes in de rij, al was het zo koud. Ja. Ik kan me voorstellen, een land in Zuid-Amerika, die gaan gewoon... het wordt gewoon maar savage. Ja. En die mensen die bleven gewoon een neutrale positie bleven ze houden. Maar laten we naar de airport gaan. Ja. Hoe gebeurt het met eer en respect? Hoe gaan zij designen rond eer en respect voor de airport? Ja, nou, het begint eigenlijk bij de persoon zelf. Mm. Dat respect en de eer, dat zit gewoon in hun baan. Mm. Dus ze beginnen al heel vroeg bijvoorbeeld met allerlei gymnastiek. Weet je, wat je wel eens in de film ziet van de Japanners die ook met de auto-industrie bezig zijn. Zo beginnen ze echt. Vanaf garbage man tot en met de airport manager. Die doen allemaal mee. Dus opeens heb je ook een soort teamgevoel. Was dat altijd de cultuur zo?
Zo te horen wel. Mm. Zo te horen wel. Het komt van de Japanse scholen. Zo zijn ze ook opgeleid. Mm. Maar als je dat dus in de luchthaven stopt, is alles een proces. En het is eigenlijk driedubbel wordt alles gecheckt. Bijvoorbeeld als je incheckt daar, het wordt aangekondigd op de luidsprekers. Ja, je hebt bordjes met bijvoorbeeld hoeveel meter je nog moet lopen. Je hebt een signaal voor hoe iemand een hand schudt en hoe lang het gaat duren om daar naartoe te lopen. Dus ze denken echt aan alles om iemand comfortabel te maken. Van alle kanten. Het is eigenlijk een beetje overkill, het is te veel. Ja, okay. En dat is natuurlijk voor airport designers die een beetje willen sparen, die doen dat niet. Mm. Vooral in Amerika, want je wilt daar kosten besparen. Maar in Japan is alles voor de mens. En dat is een heel mooi systeem. Alles is respectvol, alles is eervol. En om dat te zien in de managementposities, daarom zijn ze zo goed. Daarom zijn ze altijd nummer één. Dus het was een hele mooie ervaring om dat te zien. Maar als je dat dus aan een Amerikaanse luchthaven brengt, dan zien ze dat wel, maar ze kunnen het niet vanwege de cultuur. Die cultuur moet je beginnen vanaf de scholen, als je klein kind bent. Dus dat is het verschil. Een van jouw grote designs was ook Saudi-Arabië. Ja. Je hebt een airport, een design gemaakt voor de koning. Ja. Ja, dus voor de sheik. Voor ja, de sheik, ja. Right. Ja, dat zou het zijn. Sorry, ja, ja. Ja, nee, bedankt. Ja, ja. En voor de sheik. En je hebt een airport heb je helemaal ontwikkeld voor hun. In hun cultuur, wat zou eigenlijk anders moeten zijn? Dat is heel moeilijk. Wat anders kan zijn qua de luchtwereld. Dit is een design, dit zou het design van je computer zijn en je mag geen foto's hebben. Nee, dat klopt. Ja, ja. Ik heb deze rendering zelf gemaakt, ja. Want ze vroegen aan mij, de sheik, door mijn bedrijf, ik had mijn eigen bedrijf vroeger. Wij hebben onze eigen luchtvaartgedeelte nodig voor onze VIP-vluchten. Mm-hmm. Dus toen vroeg ik, oké, wat voor vliegtuig hebben jullie nodig? Hoe groot moet het zijn? Toen zeiden ze, Finn, we willen 2 A380's willen hebben. Dat is het grootste vliegtuig in de wereld. Mm-hmm. 3 787's en 25 Learjets. Ik dacht, oké, waarom? Dat ligt daar, dat kan je zien, ja. Dat kan al die kleine vliegtuigen zien en de grote vliegtuigen. En dit is voor de familie? Dat is alleen voor de familie van de sheik. Dus ja. 25 vliegtuigen voor de dochters en de zonen van de sheik. En die grote A380, dat dubbeldekker vliegtuig, is voor de sheik zelf. Ja. 1 verdieping voor de auto's en 1 verdieping voor zijn familie. Mag ik vragen of het een PPP-project was? Het was geen PPP, het was allemaal privé. Ja. Ja, ja, ja. Wat was zo eigenaardig voor deze design namelijk? Binnen, dus er is toch geen controle daar dan? Nee, er was geen controle. Ten eerste was het in het midden van de woestijn. Wow. Dus alles wordt gebouwd vlakbij Riyadh. En het tweede was dat ze zochten een mooi design, je kan het zien, in het gebouw in de achtergrond. Ja. Kijk, ik ben geen architect, maar ik ben wel een planner. Mm. Dus ze zeiden, Finn, we willen een lokaal design willen we hebben voor ons gebouw. Alright. Dus ik ben op Google gegaan en ik heb gezegd, typical design Riyadh. Wat kwam eruit? Die hele rare torentjes. Mm. Dus ik heb die torentjes zelf gebouwd in het computermodel en dat vonden ze fantastisch. Dus dat wordt nog gebouwd, ze hebben al die ramp hebben ze gebouwd, maar die torentjes die komen ook. Dus ik ben heel trots op deze design. Het wordt echt zo gebouwd nog. Dus het was een enorme ervaring en het was heel privé. Maar en deze airport staat klaar nu, ja, Saudi-Arabië. Ja, ja. Wauw, heel, heel interessant. Ja, ja, dat was leuk om te doen. Misschien als we de kans krijgen eventjes door te vliegen. Ja, jammer genoeg. Ik had alleen maar connecties met de oude sheik. Ja. En nu is er een nieuwe, maar die ken ik helaas niet. Okay. Dus anders had ik u wel uitgenodigd. Televidentes, buon programma al caso, trattando sì di Seunan, non si può anche in verità di Seunan con film set, sì, di sua carriera cortico, appena 41 anni, e non sta mirando in verità progetti di envergadura e di peso a livello mondiale. Sicuro, non si capisce, di non stando un tiki di airlines, i negozi di airline, con difficile sanità, non sta testigo, sicuro, di regione. Airlines dan die Corsair, Nostalgic Insel Air, Nostalgic Tiara Air. Ainda Air Aruba, con nostalgia, nostra menciona il number, verdad? Se dice con Miami, ora va llega Air Aruba, va llega Aruba. Non sta tratte sei mas, ora se back. Non so se questo è un tema interessante di lo che sta disegno di aeroporto e parlando di alcun paese anche in disegno. Non so se è vero che
stanco da via hobby. También es verdad cómo importante el diseño de aeropuertos, aeropuerto de Natal, pero más ainda el diseño de Ront de cultura y el pensamiento de pueblo. Nos está mirando pues Aruba, nos está ahora con nosotros, por lo menos evaluar nuestro aeropuerto, nos está mirando un aeropuerto que en verdad con futuro, un aeropuerto futurista, que ya tiene varios años y ainda está durando un buen servicio. Ahora no está en el aeropuerto de Corso. Lamentablemente, nuestra opinión está cambiando. No está aquí, ahora voy a llegar a Corso, tiene un hopi canamento, tiene avión de paralelo, tiene este canaleo, forma con gente de diseño. Tá? Pero, en fin, no está comprendiendo que está viniendo cambio en grande también a Corso. Así que pone el aeropuerto de Corso a un estándar internacional. Me saco para comprender fin, lo que no me acaba de explicar. En we weten dus we kunnen toch blij zijn met de Arubaanse airport, ja. Want we zien toch dat die airport die zit al jaren, die hebben we al jarenlang, ja. En die werkt nog steeds. Hij geeft die services goed. Het enige probleem die wij hebben hier is dat we hebben peak time, ja. Op verschillende tijden van de week hebben we peak time, is het chock voor, en andere tijden is niemand. Dat klopt. Maar Een van die grote changes die is gekomen met in de luchtvaart is de TSI, is die security controle. 9-11 heeft die hele scenario en panorama veranderd. De manier waarop we reizen is helemaal veranderd. Maar als je ons airport beoordeelt, wat zou je zeggen dat wij hier moeten verbeteren? Wat denk je dat wij hier moeten doen om een betere airport toch? Ja. Ja, meer customer service, georiënteerd zijn dus. Kijk, ik denk als de Arubaanse mentaliteit is customer service oriented. So dat is een voordeel. Dat heeft denk ik Aruba. We zijn gestemd op de toerist. Dus dat is goed. Maar de vraag is, hoe doe je dat met de service in het terminal? Dus ik was laatste keer op deze reis, eigenlijk waren er meer mensen die je helpen als je binnenkomt. Die zeggen, je moet deze kant op, waren vriendelijk, je krijgt meteen een magazine. Dat is goed. Ik denk dat de luchthaven een hele goede customer service handling heeft. Alleen het probleem is met de tijd. Kijk, je moet bijvoorbeeld, je moet inchecken 3 uur van tevoren en gerecht zo. Het probleem is, je hebt een soort, als je binnengaat, heb je een bottleneck. Want je hebt 2 verschillende zijden van de luchthaven. Je hebt de domestic side en je hebt de international side. En het oude design van de luchthaven, die komen zo bij elkaar. En door hetzelfde security systeem. Dus dat is het eerste security systeem. Dan als je naar Amerika gaat, moet je nog door een security systeem. En dan moet je nog een keertje naar de Amerikaanse pre-check, de pre-immigration. Dus het zijn 3 security checks. Dus daar heb je vertraging. Dus de enige oplossing daarvoor is het soepeler te maken, sneller te maken. En hoe doe je dat? Wat wij zien in Amerika, in Europa, de rest van de wereld, dat is technology. Bijvoorbeeld, je ziet nu in Amerika, heb je automatische paspoortcontrole. Je hebt niet eens meer iemand nodig die daar hoeft te zitten. Dat is een soort device die neemt een foto van je op jouw hoogte. Ik ben heel lang, dus het ding gaat automatisch zo omhoog. Je doet je fingerprints doe je erin en je bent meteen ingecheckt en secure. En het gaat 3 keer zo snel dan als je bij iemand komt die moet eerst je paspoort kijken, gaat je vragen stellen. Maar dat heeft ook te maken, zo iemand moet van tevoren registreren. Dus je moet in het systeem zitten. Nou, met de nieuwe technologische wereld, met de internet, met social media, zijn mensen dat meer gewend dan vroeger. Dus daar zit de verandering in. En ik denk dat het ook bijvoorbeeld op Aruba kan komen, vooral aan de Amerikaanse kant. Dus dat moet eigenlijk best wel snel worden geïmplementeerd, want er blijven meer vluchten komen naar Aruba. Kijk naar JetBlue, kijk naar Southwest Airlines. Die willen meer frequentie hebben. Ze komen van andere gedeeltes. De Fort Lauderdale route van Fort Lauderdale naar Aruba is net opengekomen met JetBlue. En deze, je kan zeggen ook dat deze budget airlines, die hebben ook speciale apps. Ja. Die hebben ook speciale apps die het heel makkelijk maakt voor hun. Absoluut. Vooral voor hun. Ja. Want voor hun is het een kwestie om minder kosten te maken. Ja. Ja. En dan ga jij als passagier zelf het werk doen in die app. Dat klopt. Veel van het werk doe jij zelf. Dat klopt. En dat is een trend, dat gaat ook gebeuren. Maar ik denk dat echt, kijk, als je als goed luchthaven wil doorgaan zo, dan you have to embrace the technology, zeg maar. Dus dat zie ik wel voor Aruba, want de luchthaven is enorm goed georganiseerd, denk ik. En het Schiphol Groep is gekomen, ze hebben goede managers, ze hebben mensen die in de airportwereld heel lang hebben gewerkt. Dat vind ik belangrijk.
Oké, we zien ook bijvoorbeeld Curaçao. Ja. Gaan we even naar Curaçao. En we hebben ook veel kijkers van Curaçao. Groeten naar iedereen op Curaçao. Ja. Maar die airport, dat is niet zo leuk. Een van die gevallen van Curaçao dat ik echt niet mooi vind. Dus kom je aan, word je op een... die vliegtuig dat gaat op een hele lange afstand parkeren. Ja. En dan moet je gaan lopen. Klopt. En als je koffers hebt en als je een beetje oud bent en al die andere mankementen waarmee je moet gaan dealen. Ja. En dan moet je lopend naar de airport. En dan is het gewoon, dan moet je de trap op. Het is, ik weet niet, waar gaat het mis daar? Waarom moest het mis zijn? Want uiteindelijk hebben zij ook, konden zij ook naar advies vragen van Schiphol. Dat klopt. Ik denk dat er een paar problemen daarmee zijn. Ten eerste heeft het te maken met die luchthaven, die is niet veranderd sinds 1938 of 1940. Ze hebben wel wat gedaan met de gebouwen om het wat moderner te maken. Je hebt die nieuwe concours, weet je, waar de internationale vluchten zijn. Maar die loopafstanden inderdaad, die zijn heel lang. Vooral als je met een domestic vlucht vliegt vanuit Aruba. Ja. Dus dat maakt een indruk met mensen. Ja, ik ken heel veel mensen die heen en terug vliegen tussen Aruba en Curaçao. Die zeggen altijd hetzelfde. Mm. Het duurt zo lang, we moeten lang wachten, lang lopen. Op de tarmac, in de wind, ook voor oudere mensen. Mm. Dus hoe verander je dat? Je moet een verschillend gebouw hebben. Die vliegtuigen moeten vlakker bij het gebouw zijn. Maar als je kijkt naar de kleinere vliegtuigen, is dat een probleem. Want die hebben propellers, die moeten omdraaien. Mm. Dus kijk, de beste manier van doen is om verschillende verdiepingen te hebben. Zodat mensen goed kunnen inchecken, goed kunnen... Je hebt een beoordeling tussen international en domestic. En daar zijn ze wel mee bezig. Ze hebben een investering van, ik dacht, 35 miljoen in een terminal remodelization project. Mm-hmm. En daar gaan veranderingen komen. Dus de routes, ze hebben nieuwe routes, nieuwe concourses die naar die vliegtuigen toe gaan. Maar kijk, het heeft gewoon te maken met een oud gebouw. Oude manier van doen. Security is altijd een probleem. En dus het is moeilijk om te fixen. Het is heel moeilijk. Toen de Nederlandse Antillen losging, moesten ze opnieuw door die FAA, in dit geval Curaçao, ja, moest gecertificeerd worden door FAA. Hebben ze niet gekregen. Moesten ze ervoor werken, veel veranderingen doen. Ik weet niet of het nu gedaan is. Mm-hmm. Maar waarom is FAA zo streng? Wat maakt FAA namelijk zo streng? En hoe werkt het goed, namelijk voor de passagier, uiteindelijk? Dat is een hele interessante vraag. De FAA heeft een rating systeem gebaseerd purely op safety. Mm-hmm. Safety focus. Dus als een airline, een nieuwe airline of een bestaande airline een contract wil maken met Amerika, een van de grootste passagiersmarkets in de wereld, moeten zij door de FAA standards approval krijgen. Ja, dus dat betekent dus de FAA komt met een inspecteur die gaat kijken naar de luchthaven, naar het vuursysteem, het brandweersysteem. Ze gaan kijken naar de type van het vliegtuig, de laatste maintenance records, hoe een passagier van de terminal, dus door zo'n slurf gaat naar het vliegtuig. Is het oud? Beweegt hij nog? Kan hij het doen? Is er een fire hazard? Mm. Dus al die dingen die zijn belangrijk, want in Amerika willen ze geen slechte media hebben. Ze willen niet dat een foreign company komt die een crash heeft in Amerika bijvoorbeeld. Dat willen ze niet. Dat, mm-hmm. Voor hun is dat een liability. Is een aansprakelijkheid. Dat is ook net. Ja. Precies. Dus daarom doen ze dat. Maar omdat ze zo'n hoge standaard hebben, is het een soort wereldstandaard geworden. Mm-hmm. Dus alle landen willen zich daarbij houden. Want als ze zeggen, oh, u bent niet FAA-approved, dan krijg je ook geen business. Dan kan je geen marketing doen. En mag je ook niet naar Amerika vliegen. Dan mag je niet naar Amerika vliegen. Ja, en heel veel andere landen hebben dat ook geadopteerd. Dus je mag bijvoorbeeld ook niet naar Europa. Oh, u heeft geen FAA-certification? U kan niet naar Europa vliegen. Mm-hmm. Dus daarom is het belangrijk. We zien dat die airlines, ja, die airlines veranderen ook een beetje af van die airports. We zien dat het meer budget airlines krijgen. Ja, we hebben pas een eentje die vliegt van Bogota, Wingo. Ja. Dat is ook een budget airline. Klopt. Precies, die app is van hun, de app die ik het over had. Ja. Maar is het de tendency, is het dat de vliegmaatschappijen naar budget gaan, want er komen telkens meer? Ja, bijvoorbeeld American Airlines en Delta Airlines zijn net begonnen met basic economy. Mm. Dus je hebt normale economy en dan heb je nog een soort minus economy. En daar moet je voor alles betalen. Dat is heel goedkoop, maar dan moet je betalen voor je kleine handtas. Je moet betalen voor je water, snacks. Je moet maar dat zou voor hetzelfde toestel zijn? Of? Hetzelfde toestel.
Ze hebben dus, ja, ze hebben het gesplit. Je hebt dus drie sections. Je hebt business class, basic en dan premium bijvoorbeeld. Dus, maar het is om te concurreren met Southwest Airlines en JetBlue en Viva Colombia en WeGo. Die doen hetzelfde. Dus zo proberen ze het te doen. Het is heel iets. Om je hoofd op water te blijven houden in een airline-industrie, waarom is het zo moeilijk? We zien het bijvoorbeeld in ons eiland. We hebben verschillende maatschappijen gehad. Ja. En ALM was namelijk die het langst geduurd heeft. We hebben Insel Air, vele moeilijkheden. Ja. Tiara Air, het is niet eens over te praten, die situatie van hun. We hebben ook een groot probleem in de wereld, piloten. Ja. China, die is een hele nieuwe markt en die is zo hongerig voor nieuwe piloten. Ik had gelezen dat het 100 piloten per week nodig hadden. Ja, en hoe kan jij in zo'n business runnen? Geef me een model voor ons in de eilanden, in de regio. Wat is de beste manier om een vliegmaatschappij te beginnen? Het heeft te maken met drie dingen. Eén is personeel, dus mensen met ervaring en managementpersoneel. De beste managers, bijvoorbeeld van Southwest Airlines, zo'n model waar Southwest is ermee begonnen, Ryanair in Europa. Dat zijn mensen die vanaf het laatste gedeelte van een maatschappij zijn gekomen als bagageboy, helemaal tot het management. Dus ze kennen het full, ze kennen echt alles van het hele industrie. Dat soort managers moet je inzetten, want die weten de operations. Ten tweede moet je fleet commonality hebben. En fleet commonality betekent dezelfde vliegtuigen met dezelfde equipment. Want dan hoef je niet andere equipment te gebruiken, kan je meer tijd besparen. Waarom gebeurt dat niet? Want dat merk ik, dat hier precies dat gebeurt hier niet. Nee. En dat vind ik gewoon een verkeerde zet. Want kijk, je hebt verschillende, je hebt oude vliegtuigen, je hebt die oude Fokker vliegtuigen. Is dat een kwestie voor meer investering als je dezelfde vliegtuigen meer hebt? Meer upfront investering. Oké. Okay. Upfront. Kijk, heel veel mensen willen niet heel veel geld besteden eraan, want het is een risk. Mm-hmm. Maar om die risk uiteindelijk omlaag met een long-term plan te maken, is het eigenlijk het wel waard. Mm-hmm. The payoff is in the end. En dat beseffen heel veel mensen niet die een vliegtuigmaatschappij gaan beginnen. Die begrijpen dat niet. Het heeft te maken met de banken en het risico, maar zo moet je het eigenlijk opzetten. Dat is de enige manier van doen. Misschien hebben we een paar kijkers die zeggen, maar waarom dezelfde vliegtuig? Wat maakt het verschillend? Kijk, bijvoorbeeld, je hoeft maar één mechanic, iemand die een maintenance engineer, die hoeft maar over één vliegtuig te weten. Kijk, normaal weet één persoon niet over drie verschillende vliegtuigen. Correct. Het gebeurt niet vaak. Dus als je één iemand hebt die kan focussen op één vliegtuig, je kan dezelfde parts kan je kopen voor een betere prijs. Je koopt de parts in bulk. Dat soort dingen, daar zijn je cost savings. En je hebt minder parts in opslag, want het zou één part zijn voor alle vliegtuigen. Precies, precies. En je kan dus ook één vliegtuig gewoon erbij hebben als een soort partsvliegtuig. Hmm. En die kan altijd op standby zijn. En die kan je precies met hetzelfde equipment om dat vliegtuig naar de startbaan of naar de taxiway pushback te maken. Hmm. Of je kan dezelfde stapjes gebruiken bijvoorbeeld. Dat soort dingen zijn heel belangrijk. Want het resultaat daarvan, dat is turnaround time. Kijk naar Southwest Airlines. Elke 35 minuten kunnen zij iemand van de gate wegpushen en in laten komen. Mm-hmm. 35 minuten. Volgens mij met Incel Air bijvoorbeeld kunnen ze dat nog niet. Mm-hmm. Dus als een gigantische maatschappij zoals Southwest dat kan, met exact hetzelfde equipment, exact dezelfde vliegtuigen, dan kan je kan meer vliegen, dat is meer geld, meer inkomen en meer load factors. Bijvoorbeeld, je had het zo net, American Airlines, we weten, en dit zou namelijk ook een van de gevallen voor onze luchtvaartmaatschappijen in de regio, is Venezuela. Ja. We weten dat American Airlines, die is weg, die moest stoppen met vliegen met een schuld van $750 miljoen, die niet betaald wordt. Ja. Zo zit ook Insel Air, zit precies hetzelfde. Dat klopt. En die Arubaanse luchtmaatschappij ook. Ja. Dus hoe staat het op internationaal gebied? Zo'n situatie namelijk. Ja, dat is... Het is wel een legal vraag, no? Dus, maar... Ja, het is een legal vraag. Mm. En kijk, zo'n groot bedrijf bijvoorbeeld, wat u zei met American Airlines. Mm. Ja, zij zijn aan de goede kant, they can afford it. That's correct. Maar kijk, dat moet je ook kan niet zeggen. Kan je afschrijven? Want je kan het afschrijven, maar tegelijkertijd, kijk, airlines investeren in landen. Om een proef te maken. Kunnen we daar naartoe? Is het goed? Maar je ziet nu wel dat ze zijn veel meer op hun hoede, zeg maar.
Ze maken risk management plans. Kijk, daarvoor hadden ze geen echt risk management systeem. Maar nu is alles in mijn businesswereld, in de luchthavenwereld, in de airline industry, jarenlang risk management voordat je iets doet. Dus ze zijn wel meer bewust. Maar ik denk dat het Venezuela gebeurde met hen was een total loss. Correct. Dat was een total loss. In het begin van het programma had ik over Air Aruba. Iedereen, ja, met nostalgic. Ik mis het. Ja, we missen Air Aruba. En speciaal bij Miami, wanneer je in de counter van Air Aruba was, was je thuis. Ja, absoluut. En je wordt geholpen, extra koffers, you name it. Ja. Er was veel customer service, vooral voor de lokale mensen was er daar. En ja, ik vind het zo jammer dat ze nu, momenteel zijn ze er niet meer. Ja. Is het belangrijk dat een land een airline heeft? Ik denk het wel. Ik ben heel pro-aviation, dat weet u. Dat kan je zien van mijn carrière. Maar voor mij, kijk, je moet het langzaam opbouwen. Mm. Weet je? There is such a thing, dat zeg ik in het Engels, there is such a thing as too much. Dus kijk, je hebt een airline, je bent succesvol in je eerste jaar, je hebt de eerste twee jaar, je hebt goede routes, Miami, Aruba, Aruba, Miami, goed, die zijn vol. En opeens wil je, we gaan naar Manaus, we gaan hier naartoe, we gaan daar naartoe. Daar ga je de fout in. Yeah. Want kijk, Dan heeft het te maken met hoeveel mensen vliegen tegelijkertijd. De average load factors. No greed. No greed. Dus je moet het langzaam opbouwen. Luister. Bedankt. Hey, het was een genot. Hey. Plezier. Hartelijk bedankt. Oké, same to you. Ja. Turistana Kas, nos espera di pora cuba deleitabo con información aquí. Nos por informabo también arriba e carrera, profesión di Finn Bonzet. Hope interessante, nos está deseabo. Hoop je exit of vindt. Dank. Voor futuro, voor die hebben 60 jaar, mira, ainda hoop je maar awards. Kulo po bai gana. Masje dank. Sí. Nos agradecibo de corazón por escucha y mira, invitando po pa otro programa de Al Caso den otra oportunidad, de otro viaje. Kujos kia.